Hallo kijkers van Shine Sprites, dat is even wennen, een nieuwe kanaalnaam. Het is tijd voor weer eens een nieuwe serie op Just, of nee, niet op Just Sprite, mensen op Shine Sprites. En dit keer doe ik dat met Jordi van de Subpar Guys. Hola. Hallo. Hola. Even tussen, dit is waarschijnlijk je eerste serie, of niet, voor Shine Sprites? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dit is de eerste. Het is zo raar om weer naar een andere naam te gaan in de intro, want ik... Mm-hmm. Tik me ook iedere keer op van, dit is geen PRAD, het is geen PRAD. Ja, dat is even wennen. Ik heb het wel echt hoor, maar nee, het is leuk. Ik heb er zin in. Ja. Zo'n serie heb ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht om een keer te gaan doen. Maar het is fijn dat ik nu met jou kan opnemen die ook een Elgato heeft om dit op te nemen, zeg maar. Dat scheelt gewoon heel veel. Precies, en Elgato geeft je gewoon heel veel opties. Praat over opties. Zeker. Ik heb mijn taal ingevuld en ik ben nu de naam even aan het invullen voor mijn character. Ah, oké. Okay. Ja, dat heb ik dan toevallig net gedaan. Nu zit ik een beetje... Ik begin nu aan de intro, zeg maar, van de game. Nee, hoe dit eigenlijk een beetje is ontstaan is... Nou ja, Milan is een beetje met Sunshine bezig met streamen. En ik vind het wel fijn om achtergrondgeluid te hebben wanneer ik of YouTube-administratie of ander werk aan het doen ben. Maar laten we heel eerlijk zijn, het maken van thumbnails is en blijft nog steeds een van de saaiste klussen ter wereld. Ja. Als je het in bulk moet doen. Mm-hmm. Dus... En toen was ik zo van, weet je wat? Ik ga Milan vragen voor een project. Nou ja. Eerst zat ze ook weer, wat kunnen we nou precies allemaal gaan doen? Nou, toen kwamen we heel snel van, weet je wat? De Pokémon. Ja, precies. En toen kwam uiteindelijk via bepaalde changes uit bij een avatar lock. En wat een avatar lock eigenlijk is een variant op een monotype. Alleen dit keer heb je niet maar één type. Dus niet een monopotion, monosteel, monowater, monofire. Maar is het meer gebaseerd op de... tribes of koninkrijken of naties of hoe je het maar wil noemen, nomaden. Voor hem heb je alle vier gehad van avatar. Dus je hebt je earth, je fire, je water, je air. Earth is dan ground, steel, rock en fighting types. Water is water, poison, ice en nog iets. Die eentje die we allebei niet hebben. Nee. Fire is Fire, Electric, Dark, Dragon. Yep. En er is Flying, Psychic, Ghost en Fairy. Ik deed mijn audio even iets zachter, want ja, de audio mixing in Shield is nog steeds heel kut. Maar ja, dat is een beetje het hele ding. Dus we hebben een iets uitgebreidere type line-up dan een monotype. Ja, nou, niet al te moeilijk te maken voor mezelf. Ja, en dit is even mooi, een hele mooie casual nuzzelok om even te doen. Dit is voor mij ook wel even iets van, even geen dingen waar ik echt gewoon gek voor word. Want heel veel van mijn nuzzelokjes die ik doe zijn soms gewoon zo bullshit. Ja. Van, nee, je mag niet wisselen, geen Pokémon centers, je moet alleen maar items gebruiken die je kan vinden. Dit is wat meer casual. Dit is inderdaad. Wat meer casual. Nou, zoals je hebt gezien op de template, geeft geen van ons soort. Dus de template klopt nu al niet. Nee, precies. Dit is gewoon dom toeval. Maar ja, Milan heeft fire. Ik heb air. En omdat Normal en Bug niet echt bij een tribe horen, zijn die beiden voor ons toegestaan. Ja, precies. Dus... Weet je hoe het zou gaan lopen is de standaard Nuzlocke regels. Alleen de eerste regel, wat dat is, the first encounter you see you are allowed to catch. Mm-hmm. Die gaan niet meer op, omdat we eigenlijk alle encounters mogen vangen, zolang ze maar binnen ons type blijven. Dus ja, maar een fire, electric, dark, dragon, normal of bug is, mag Milan hem vangen. Als het een flying, psychic, ghost en fairy, normal en bug is, dan mag ik hem vangen. Ja. Dus onze pool qua Pokémon is iets groter dan in normale Nuzlocke. Mm-hmm. Maar even, wel fucked. Even tussendoor, hè. Ik was echt vergeten dat deze game zo mooi was. Terwijl... Is heel mooi. Hij is echt heel mooi. Goed, dat wou ik even zeggen. Ga maar verder. Het einde is nog steeds fucking het begin is nog steeds fucking traag. Even kijken. Nee. Options staat vast. Jij bent vast wel iemand die graag de battle effects aan wil hebben. Ja. Ja. Ik doe het vaak nog bij mensen die het fijn vinden om het uit te hebben. Echt waar, what the fuck? Ja. Maar dat is toch... Nee, ik vind echt dat dat erbij hoort, zeg maar. De enige waar ik argument kan van geven, oké, het is niet nodig, is Gen 1. Dan heb je tenminste die epileptische aanvallen niet. Ja, precies.
Dus ja, dus het is wat een rustiger Nuzlocke om te doen. En mensen die al een goed idee hebben van Pokémon weten het. Oh shit, joh, die gaat zijn starter weggooien. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, daar heb je echt. Ja, daar heb je zelf voor gekozen, daar niet. Nee, precies. Klopt. Ja, toen jij dat zei, toen dacht ik wel van. Ja, dat is misschien niet zo handig, maar ja. Ja. Ik zat nog zo in van. Kan ik een starter nog via home inbrengen? Maar ik dacht van. Oh nee, dat kan pas wanneer je een save erop hebt. Laat het maar. Maar ik heb nog een paar level 5 Pokémons in home zitten. Die ik bewijs. Die wel geschikbaar zijn. Maar ik zei van. Weet je wat, laat maar. Een Squirtle of een Rookie die worden wel mijn starter. Ja, precies. Ja, we kunnen gelukkig hebben we echt heel veel keuze, hoor. Want je hebt 6 types. Je kan echt zoveel Pokémon's gebruiken. Nee, precies. En de eerste, laten we zo zeggen, is Papad zullen letterlijk alleen maar in Wild Area zijn. Puur en alleen maar omdat je de Wild Area zelf kan vangen. Ja, precies. Dus... Ja, eigenlijk wou ik van tevoren al een beetje bedenken van oké, welke Pokémon ga ik met mijn team doen, zeg maar. Alleen toen dacht ik, weet je, dat is niet leuk. Ik wil gewoon dingen tegenkomen en dan gaan we het wel zien, zeg maar. Dat is wel mijn stijl. Echt van tevoren uitdenken van oké, welke Pokémon vallen eigenlijk in mijn straatje? Wanneer kan ik ze vangen? Of waar kan ik ze vangen? Hoe kan ik ze het beste vangen? En is het slim om mij te vangen? Want bijvoorbeeld een Blipbug is een Bug Psychic. Technisch gezien mag ik hem dus vangen en valt hij ook in mijn straatje. Nadeel is, een Blipbug evolueert op level 10 naar een Doddler. En pas in level 30 naar een Orbeetle. Mm-hmm. Ik kan je nu al geloven, als ik nu een Blipbug ga vangen en hem meeneem, gaat hij dood. Kan ik je nu al beloven. Ja, als je er goed mee omgaat, hè. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is een early bug. Nee. Het is net zoals een Caterpie in Gen 1. Je krijgt hem tot een Butterfree. En net wanneer je de Butterfree hebt, gaat hij dood. Ja, precies. Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje het moment waarop je hem vangt is best wel belangrijk, zeg maar. Ja. Of je het gebruikt. Ja, ik snap hem. Ja, of je wacht, zeg maar, totdat je bijvoorbeeld zelf al hoge level Pokémon hebt. En dan evolueert hij, zeg maar. Of dan train hem via XP Share tegen een paar trainers. En dan heb je hem alsnog op een sterk moment, zeg maar. Dus je kan hem ook vangen en boxen, zeg maar. Dat kan ook. Nee, precies. Dus dat is al een beetje mijn ding. Maar dat heb ik al sinds... Nou ja, dat weet je ook nog eens goed. Sinds Generations al. Van oké, welke Pokémon's kan ik vangen, wanneer? En helpen dat me ook. Mm-hmm. Want echt, wanneer het gaat om Pokémon games, heb ik altijd een route in mijn hoofd. Kan ik niks aan doen. Is niet helemaal hoe ik speel, maar... Okay. Dat is een beetje mijn speelstijl. Ja, ik heb normaal wel van, oké, waar kan ik wat vangen? En nu heb ik echt zo van, weet je, ik zie het wel gebeuren, want ik weet toch dat ik Pokémon's dood laat gaan. Want ja, dat gebeurt bij mij. Ja, die dingen gebeuren bij mij. Dus ik moet gewoon niet te veel waarde hechten. Ik weet wel dat ik heel graag Toxtricity in mijn team wil. En daarom ben ik nog een beetje aan het twijfelen of ik die ene bij de daycare pak. Of dat ik er later eentje vang in de wild area. Vind ik lastig. Ik zou zeggen, pak degene uit de daycare. Ja, daar zat ik ook aan te denken. De wild area is handig. Mm-hmm. Het meest vervelende daaraan wel is... Je weet niet wanneer je hem kan gaan krijgen. Want wij zijn wel afhankelijk van het weer. Mm-hmm. Ja, dat is wel een groot punt, zeg maar. Waar we op moeten letten, zeg maar. Ja. Of waar we net geluk mee moeten hebben. Mm-hmm. Precies. Nou, en ik ben tenminste blij dat ik dit keer niet vastzit aan een Soulink. Nee, ja, precies. Dus ik kan mooi focussen op mijn eigen spul. Oeh, daar heb je Grookey en daar heb je Scorbunny. Ik kan de gelukkige Scorbunny kiezen, hè? Mm-hmm. Nee, dat vind ik op zich... Dit mogen ze voor mij wel vaker doen. Gewoon eens een mooie starterintroducties. Niet van, hier heb je 3 ballen, succes. Nee, gewoon even kort laten zien waar draaien ze om en dat is het. Maar ik ga ook wel vanuit dat ze daar voortaan naartoe gaan, hoor. Dat het op deze manier gebeurt, zeg maar. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar weer naar terug gaan. Nee, denk ik ook niet. Ze mogen voor mij gerust wel wat meer animatie erin doen. Ook gerust wat cinematic story. Maar geef mij mijn skip button.
Ja, precies. Zeker voor nu, voor een tweede keer, zeg maar. Als je voor de tweede keer speelt. Ja. En weet je, ik vind die cutscenes vind ik dan best wel vet. Alleen dat gepraat aan het begin, en ik snap het wel hoor, voor nieuwe spelers. Alleen maak dat maar een optie van, speel je het voor het eerst? Nee, oké, okay, dan al het geouwehoer van welk knopje je voor wat moet gebruiken, kan je dan gewoon overslaan, zeg maar. Ja, maar dat is Pokémon. Pokémon qua RPG quality of life changes loopt altijd 5 jaar achter, 5 à 10 jaar achter. En het is wel de bedoeling dat we alles een naam geven, toch? Ja, kijk, ik heb nu de starter als Sobble, maar Sobble krijgt van mij geen naam, want hij heeft plant toch in de box. Oké. Okay. Ja, nee, wel naam. Oké. Okay, heb je moeite met nicknames? Niet meer. Oh shit. Niet meer. Oh nee, nu is het fout gegaan, maar gelukkig kan het in deze game kan je bij de Pokécenter. Ja, dat vind ik nog een van de mooiste dingen, dat je letterlijk alles in een Pokémon Center nu kan doen. Ja. Name Rater, Move Relearner. Markt was al sinds Black and White, maar alsnog. Alles zit in de Pokémon Center. Ja, dat scheelt echt zoveel. Dus ja. Nee, maar wanneer was jij een beetje omgegaan van, hey, nu heb ik geen moeite meer van nicknames? Sinds ik Nuzlocke ging doen. Ah. Want ik was namelijk altijd een beetje, nou ja, tegen wil ik niet zeggen, maar ik was echt geen fan van mensen die nicknames gaven. Dacht ik van, zeker niet bij een nieuwe, want als ik zeg maar casual de eerste keer de game speel, zeg maar, dan geef ik nooit nicknames, omdat ik wil die namen van die Pokémon's leren kennen, zeg maar. Ik snapte dat nooit, waarom mensen dat zouden doen, want dan weet je nog niet welke Pokémon welke is aan het eind van het spel, zeg maar. Dus ik snapte dat ook nooit, waarom mensen dat deden, ik vond het ook raar. Alleen sinds dat bij Nuzlocke eigenlijk een regel is, zeg maar, heb ik het wel gedaan en nu vind ik het wel normaal om te doen, zeg maar. Ja. Nee, voor mij is het nooit een probleem geweest. Kijk, in mijn eerste run van Shield, weet ik nog, ik had een Fifo, een Nicket gevangen. En ik heb direct Sweeper genoemd, van Dora. En ik weet nog steeds, oké, zijn naam is Nicket, zijn naam is Fifo. Dus voor mij was het nooit een probleem met namen. Maar ik kan op zich wel goed begrijpen dat mensen het niet fijn vinden als we bijvoorbeeld een let's play kijken van iemand van de eerste keer een run. Hey, wat is nou de naam? Want dat weet ik niet, hij heeft nu een nickname. Ja, precies. Ja, dat vond ik altijd niet leuk, zeg maar. Alleen tegenwoordig, ja, als er nu weer generatie 9 zou komen, zeg maar, dan zou ik dus, ik weet niet eens wat ik moet doen, joh. Ik mocht niet weglopen. Moet ik dan tegen hem vechten natuurlijk? Moet ik natuurlijk tegen Hop vechten. Of nee? Als het goed is, ga je gewoon direct tegen Hop vechten. Echt? Waarom gebeurt er niks? Me and Group ready to have... Oké. Oh, ik had op 9 gedrukt. Dat kan daar ook. Maar dan kan je niet weglopen. Handig. Dan zit ik te veel met jou uit de oude hoeren en dan heb ik niet in de gaten. Oh, je bent zo speler. Iemand die niet kan multitasken. Ja, ik kan wel multitasken als ik in een battle zit bijvoorbeeld. Alleen niet als ik, zeker in het begin, als ik heel veel tekst moet skippen, zeg maar. Ja. Dan moet je een keer voor de lol met andere mensen een randomize gaan doen van dezelfde game. Dan kan je helemaal niet meer multitasken. Nee, moet je dan, omdat je dan ook moet vechten en zo. Daar heb je veel meer concentratie voor nodig. Zeker natuurlijk met bossen, zeg maar. Dat merkte je misschien wel gisteren of eergisteren bij mijn streams. Als ik Sunshine en ik heb een moeilijk level, dan zeg ik bijna niks. Omdat ik dan zo met mijn gedachten in dat level zit, zeg maar. Van hoe ik moet hem halen. Nee, precies. Maar je hebt dat. En je hebt ook nog een tracker ernaast. Hoe bedoel je? Weet je wat een tracker is in een randomizer? Dat je ziet waar je wat kan halen ofzo? Of? Ja, wat je ziet waar je overal items kan halen. Ah. En ook in de gaten kan houden van. Want je hebt zoveel settings in bijvoorbeeld een Ocarina of Time randomizer. Dan heb je ook iets als bijvoorbeeld een key sanity. Dus alle keys voor deuren zijn over de hele wereld verspreid. Dus niet alleen de tempels. Oh, dat is heftig. Dus dan moet je nog focussen op de gameplay. Maar je moet ook gaan focussen. Oké. Ik heb deze hele dungeon afgehaald, Anlot. Wacht even, ik kom een key tekort. Dan. Zulke dingen heb je dan waar je rekening mee moet houden. Dus je bent aan het focussen op de game, maar je bent ook nog aan het focussen op het feit van, hey, mis ik iets? Heb ik alle items gecheckt? Want heb je ooit Ocarina of Time gespeeld? Ja. Dan weet je waar de Gold Skull toe las? Ja. Ja, die kunnen ook opeens een key zijn, of een dungeon map, of een... Wat? Ja, dus je moet op zoveel dingen gaan letten opeens in de game. Ja. Dus dan heb je aan het praten, ik vind ook en dat. Ik vind ook
Ik vind Ocarina of Time al moeilijk zonder al die extra dingen. Ja, dat krijg je als je twee mensen hebt die gigantisch dezelfde fans zijn. Ja, dat scheelt wel. Ik heb die game één keer gespeeld en dat is nog niet zo lang geleden. Ik denk een jaar of twee geleden of zo. Maar als je vanaf het jongs af aan... Net als bijvoorbeeld Sunshine. Ik weet waar alles zit. Dus voor mij is die game qua navigatie heel makkelijk. Alleen als je die game nog nooit hebt gespeeld, zeg maar, of één keer, dan weet je echt niet meer waar alle secrets en zo zitten. Nee, maar dat heb ik ten eerste Sunshine totaal nooit gespeeld. Dus dat was sowieso nog mijn ding. Maar dat heb ik ook met bijvoorbeeld Super Mario 64. Ik heb één of twee keer gespeeld en ook de DS een paar keer. Maar als je mensen moet vragen, waar is deze ster? Goede vraag. Ja, hele goede vraag. Sommige games speel ik ieder jaar, sommige games speel ik voor goede 6, 7 jaar niet. Mm-hmm. Ja, Sunshine is bij mij zo'n game die ik dus ieder jaar speel, zeg maar. Ja, voor mij zijn het eigenlijk maar twee games. Voor mij is dat Metroid Fusion. Oké, die heb ik nooit gespeeld. En dit is een hele rare, The Little Mermaid 2. Oké. Heel random. Nou, ik zou zeggen, dit is de allereerste game die ik ooit heb 100%. Oké. Twee, het is de meest kortste game ooit. Je hebt er letterlijk binnen een uur uitgespeeld. Oh ja. Dus ja, gooi je ding bij elkaar van, oh ja. Ik heb zin om te gamen. Maar ik heb niet zin om bijvoorbeeld Breath of the Wild te gaan spelen. Of bijvoorbeeld een Smash game. Weet je wat? We starten Little Mermaid 2 op. Want het is gewoon zo'n ding die je letterlijk heel kort uit heb gespeeld. Het is raar. Nee, precies. En ik ben soms ook niet in de bui om een RPG te gaan spelen. Want nadat wat ik nu heb met RPG's is... Je begint eraan. En twee maanden later doe je weer tweede sessie. Hoe zit het ook alweer? Ja, precies. De Nuzlocke gaat in als je Pokéballs hebt, hè? Ja, de Nuzlocke gaat pas in wanneer je Pokéballs hebt, ja. Waar is dat gaan? Ik ben nu tegen... Vraagteken aan het vechten. Daar al? Jij bent snel. Een snelle boy. Het is niet alsof ik heel veel generations heb gedaan, heel veel Pokémon versussen. Sorry, het zit er gewoon niet helemaal in. Ja, maar heb je deze game ook al heel vaak gespeeld of niet? Even kijken. Ik heb hem één keer gesolinkt met Harm. Ik heb hem één keer helemaal van begin tot eind gelongplayed toen hij net uit was. Ja. Ik heb hem een keer gereset voor een eigen Nuzlocke. Een keer gereset voor een Wonderlock. What? En nog een keer gereset toen Isle of Armor uit kwam. Maar dat zei je over Crown Toon er ook. Maar waarom zou je hem daarvoor resetten? Dat snap ik niet. Ik vind het heel leuk om een Pokémon game te resetten wanneer ik hem weer opnieuw ga doen voor bijvoorbeeld een DLC of wanneer er iets nieuws uitkomt. Oké. Om gewoon even weer de base game tegenaan te leggen van, oh ja, de game is kut. Ja. Oh, maar dan moet je me wel een beetje door de game helpen, hoor. Want ik heb hem dan, zeg maar, de eerste keer gespeeld toen hij net uitkwam. En ik heb hem één keer proberen te nuslokken op stream, zeg maar. Ja. En toen faalde ik. Dat is het enige, zeg maar, wat ik van deze game heb gedaan en gezien. En toegeven, in mijn verdediging, ik skip letterlijk door alle tekst heen, want ik weet precies wat er gedaan moet worden en het verhaal in deze is toch bullshit. Ja, okay. Leon fixt alles. Het verhaal. Terwijl ik het verhaal meestal wel erg belangrijk vind in Pokémon games. Maar Black and White? Ja. X en Y? Ja. Sun and Moon? Ja. Sword and Shield? Nee. Ja, terwijl ik het niet storend vond of zo. Het is niet storend, maar... Ik vond het op zich ook wel lekker dat het best wel oppervlakkig allemaal was, hoor. Gewoon klopt. Dat je... Dat vond ik helemaal niet erg. Kijk, bijvoorbeeld Black and White 2 of Black and White 1 heeft een hele vette story. Dat is Black and White 1, ja. Ja, hoe heet het? Alleen die games, die speel ik niet zo heel snel opnieuw. Omdat ik de game... Ik vind generatie 5 is mijn minst favoriete generatie, zeg maar. Oh, dat doe je niet heel vaak. Maar wat maakt hem misschien leuk dan? Mijn minst favoriete, hè? Ja, nee, minst favoriete alsnog. Ja. Minder van de mensen die Pokémon spelen zetten die altijd bovenaan. Ja, dat kan ik me echt gewoon niet voorstellen, zeg maar. Ik vind, ze hebben heel veel Pokémon's aan toegevoegd, maar de hoeveelheid welke er vet van zijn, naar mijn mening, is gewoon niet zo veel, zeg maar. Wat op zich geinig is, want het is meer dan alle generaties daarvoor en er dus en nu na. Ja.
Maar bijvoorbeeld een generatie 3, wat mijn favoriete generatie is, die heeft, nou laten we zeggen, ook best wel veel Pokémons, maar niet zoveel als Black and White 2. Alleen, daarvan is bijna elke Pokémon gewoon vet, zeg maar. Die heeft zoveel vette Pokémons. Ja, ik denk dat het ook tegen komt, omdat generatie 3 heeft om een of andere reden een hele goede designfilosofie gehad. Want heel veel van die Pokémons in die game hebben een shell shading. Of, nee, niet cel shading als in 3D modeling, maar cel shading als het ziet er heel rond uit qua design. En dat onthoud je ze beter. Ja, nou, dat zou best kunnen dat het daarmee te maken heeft, hoor. Ik vind in ieder geval, dat is mijn favoriete generatie. Ik heb over elke generatie, heeft gewoon zijn vette dingen en zijn minder vette dingen. Bijvoorbeeld, ik vind generatie 2, de Pokémon's vind ik heel vet. Alleen generatie 2 games, ondanks de nostalgie en de muziek en hoe vaak ik die gespeeld heb, vind ik de echte kutste games om opnieuw te doen. Omdat de level curve is zo niet aanwezig, zeg maar. En dat vind ik zo vervelend. Elke keer als ik hem opnieuw speel, denk ik echt van, waarom ben ik hier ook weer aan begonnen? Wat een gedoe. Wat ik heel mooi vind, want ik ben compleet omgekeerd. Ik vind generatie 2 de leukste om opnieuw te doen. Ja, de level curving is kut, dat geef ik heel eerlijk toe. Maar het is voor mij degene die ik altijd het leukst vind om, als ik een Pokémon game opnieuw moet spelen, om die opnieuw te spelen. Want voor mij is het gewoon de definitive Pokémon experience. Komt ook deels omdat ik met generatie 1 ben opgegroeid. Ja, dus, en dat zit er dan nog extra bij, zeg maar. Precies. Is het nostalgie? Ja, nostalgie kan best wel een effect hebben. Dat is voor mij bij generatie 3 ook zo. Ja. Daar heeft ook heel veel met nostalgie te maken. Ik vind Emerald zo vet. Ja. Daarom was ik ook super blij met Omega Ruby en Alpha Sapphire. Dat was zo vet om dan zeg maar jouw favoriete game zeg maar zo geremaked te zien. Oh, ik moet echt lezen wat ik moet doen, want ik waar ben je? Ja, ik ben net terug uit de forest. Dus dan moet je heel even naar je moeder toe. Ja. Dat is altijd hetzelfde. En dan kan jij verder. We gaan even verder. Ik heb een Rookidee, ik heb een Wooloo en ik ben nou nog even Squawfit aan het vangen. What the fuck, hoezo ben je al zo ver? En dan kan ik voor de rest even niks meer. Nou, ik kan nog een Blipbug vangen. Heb jij een speedbutton gebruikt of zo? Welke speedbutton? Ja, die is er niet, weet ik. Waar? Ik zie hem niet op de Joy-Con. Goed, even kijken. Wat voor Pokémon zal ik eens vangen? Oeh, ik mag ook Nickit vangen. Jij mag ook Nickit vangen, ja. En daarnaast, dit is geen versus, dit zie ik meer als gewoon een mooie koop. Casual met z'n tweeën, ja. Mooie casual run van Milan en mij. Dus we helpen elkaar ook gewoon. Dus het zal een beetje zonde zijn als iemand een hele mooie Pokémon heeft en die dan opeens verliest. Oh, doe jij trouwens ook altijd Shiny Claws of niet? Ik doe gewoon Shiny Claws. Dus als je een Shiny mee tegenkomt, gerust vangen, ook al is het niet je type, mag je voor mij ook gebruiken. Ja, oké. Okay, en nog een ander vraagje. Welke type is, hoe heet die, Corviknight? Corviknight is Steel en Flying. Ja, dus die mag ik eigenlijk, dus ik heb niks aan om een Rookidee te vangen. Nee, je hebt niks aan. Wat geinig is, want Rookidee en Corvisquire zijn beide pure flying, terwijl het algemeen de, nou ja, early birds vaak normal flying zijn. Ja, precies. Maar nu hebben ze dezelfde typing als Tornadus. Oh, ik was er ook van overtuigd dat het een normal Pokémon was, hoor. Oké. Squawfet, level 5. Het is wel zo, als ik battle nu tegen die Squawfet. Als ik die nu doodmaak, dan mag ik die ook niet meer vangen, toch? Nee, je moet hem vangen. Als je hem killt, jammer dan. Ja. En dan mag je ook later geen andere. Nee, oké. Ja, zo denk ik er ook over. Nee, oké. Top. Nee, dat is geen naam voor dit beest. Nope. Weet het, Sun and Moon is toch de enige game waarbij route 1 100% capture rate is? Route 1 en Pokémon X en Y heeft het ook. Oh, oké. Want die heeft 100% catching rate en de eerste Pokémon die altijd er tegenkomt is een Pidgey. Oké, dat is ook standaard. Ja, dus dat is eigenlijk de leukste game om te randomizen. En ook goed randomizen. Want ik heb in Nuzlocke van mensen gezien dat ze een Deoxys daar tegenkomen. Maar ook een Starter. Ja, en dat is gewoon, kan je gewoon Pokéball tegen flikkeren. Dan, je hebt hem. Yep. Even kijken. De Squawfet, hoe gaan we hem noemen? Nou, ik heb die van mij Verhaaien genoemd. Hoe heb je hem genoemd?
For hire? Ja, nee, for hire. Dus in plaats van for hire, for hire. Ik snap hem. De puns, de puns. Nou ja, de andere twee Pokémon's is Starscream de Rookidee en Muffin de Wooloo. Oké, Muffin. Ik ga nu even een Wooloo'tje vangen. Ja, noem dit heb ik een theme. Dit heb ik geen theme. Ik vul gewoon dingen in van ik denk. Nee, even kijken. Jij kan... Op de komende routes kan jij nog... ja, überhaupt Nickit nog vangen. Maar ik kan ook nog een Yamper vangen. Oeh, Yamper, ja. Ik vind... heel veel mensen vinden Yamper en Boltund echt vet. En ik denk echt van... Hij is niet af. Boltund is niet af. Hij is wel vet, maar niet af. Het is te generic, hè? Hoe bedoel je? Boltund is gewoon een hond. Het enige wat speciaal aan hem is, is die bliksemstraal staat. En de kleur. Dat is het. Voor de rest heeft hij niks. Nee, precies. En je kan, dat algemeen kan je heel veel Pokémon geven, maar van iets van een Yamper, wat eigenlijk zo'n tenminste unieker design heeft, bovenop het feit dat hij een Corgi is. Ja. Want hij heeft bijvoorbeeld dat hartje op zijn kont. En hij heeft die... Nou ja, hoe noem je dat? Eigenlijk die band om zijn nek. Ja, soort zwemband. Ja, soort zwemband, ja. En dat is bovenop het feit dat hij Corgi is. Dus het design is nog verder gegaan. Boltund is gewoon een dagzoend. Met de kleurencombinatie van licht en een kleine bliksemstraal staat. Mm-hmm. Ja, het is het net niet. Nee, precies. Nou, praat over net niet. Sobble, je bent hem net niet geworden, dus jij gaat mooi in de box. Ik heb tenminste mooie levels, daar ben ik tenminste wel blij mee. Zo. Oeh, wat zit er in de Pokémon? Laten we even kijken, wat hebben we aan de Pokémon's? Oké, dat is niet verkeerd. Voor fuck's sake, ik heb een kut Wooloo. En ik heb een redelijk goede Starscream, oké. Een Starscreamer is jouw Rookidee, ja. Nee, Wooloo heeft Runaway in plaats van Fluffy. Ah. En Fluffy is goed tegen Fire-types, toch? Nee, Fluffy maakt hem zwak tegen Fire-types, maar verdubbelt zijn defense. Ah. Ja, hij verdubbelt van defense in een Nuzlocke, nooit verkeerd. Mijn Scorbunny heeft Blaze. Mijn Scovet heeft Cheek Pouch. Dat goed. En mijn Wooloo heeft wel Fluffy. Hey, dat is mooi. Nice. Oké, ik moet dus eerst blijkbaar tegen deze menigte praten. Ik dacht dat ik dat net had gedaan. Dat is geweest. Weet je wat? Ik vertraag even mijn tempo. Dat je even in de buurt kan komen. Ah, dat is goed. Oh, schiet op jongen met je Charizard. Oké, ik zit nu binnen bij Sonia, weet je wel? Ja. Oké, hebben we nog voor de rest iets? Rookidee, kan je nog iets leren? Nope. Oké, Move Learner is crap. Oké, ben klaar. Oké. Had jij gezien trouwens dat ik Shiny Yamper tegenkwam toen ik op zoek was naar Shiny Pumpkaboo? Gewoon random encounter. Ja. Oh, zo heftig. Dat zijn de mooiste. Oh, skidoppoe. Oh ja, en by the way, ik had nog voor je gekeken. Ik had nog één Shiny Marini die ik nog niet had verteld. Je vroeg naar mijn hele Shiny collectie. Ah, nice. Ja, ik was toch in Home aan het kijken, dus... Oh ja, Shiny Marini, Shiny Umbreon. Ja. Umbreon is echt vet. Ik vind Espeon... Heel veel mensen vinden Espeon echt goor, maar ik vind hem echt vet. Shiny ja, Espeon. Ik vind hem zelf niet heel mooi. Had hem dan bijvoorbeeld iets lichter groen gemaakt. Ja, heel veel mensen zeggen dat, ja. Ja, maar het is het weer net niet. Oké. Ja, ik vind hem heel vet. Ik vind Umbreon ook heel vet. Ja, maar Umbreon heeft echt een hele simpele shiny. En dat maakt hem ook gewoon vet. Okay. Ja, maar sommige simpele shinies zijn de beste shinies. Ja, maar dit is gewoon... Alleen, ik kan nog steeds niet voorstellen, want sinds Gen 5 kan je shinies, maken ze de shinies zelf, zeg maar. Zonder... Sinds Gen 4 al, hè?
Oh, sinds Gen 4 al. Gen, okay. Gen 3 of Gen 4? Voor mij is het Gen 3. Want hoe ze het eerst deden, was dat ze het, de volgende color palette. Ja, de volgende color scheme pakte van de Pokémon zelf. Nou, we hebben sommige shiny sense op leven. En later kon ze het zelf bepalen. Ja, precies. Alleen dan heb je het dus zelf bedacht dat sommige shinies gewoon exact hetzelfde eruit zien als de gewone, zeg maar. Dat kan toch niet? Dan gaat er toch iets niet goed, zeg maar. Is er niet iemand daar bij Game Freak die zegt van, oh, iemand is hier iets vergeten of hier gaat iets niet goed, zeg maar. Nope. Beetje jammer. Ik heb even ondertussen van Leon's introductie gehad van, hey, weet je hoe je Pokémon kan vangen? Kijk naar mijn team. Nee, ik heb geen idee. Wat zei hij? Flikker op. Ga gewoon ga iemand anders lastigvallen. Oh ja, je kon nog iets anders vangen. Route 2. Ik vang een Hoothoot en een Blipbuck. Maar jij kan vangen ook nog een Purloin. Een Galarian Zigzagoon. Kan ik ook nog vangen. Okay. Want Galarian Zigzagoon is normal en dark. Loathead, ik mag jou niet vangen. Wegwezen. Zo, inmiddels heeft Scorbunny... Oh, ik moet nog even Pokeballs kopen, want ik moet straks een hele Pokémon vangen. Pokeballs kan je niet kopen in de markt. De afzetterij! Potions, revives... Oh, je krijgt er nog 10 zo, of niet? Ja, ik krijg volgens mij 10 of 20 zo meteen van Leon. Ja, de gym challenge, hop, ik weet het allemaal. Laat me met rust. Hop, please. Hop. Ja. Yeah. Oké. Okay. Ja. Wat ligt hier op de grond? Een revive. Daar hebben we helemaal niks aan. Dat is niet waar. Oh, ik kan hem verkopen. Ja. Oké, okay, we hebben er bijna niks aan dan. Ja. Even een klein dingetje. Customize je character vaak, of niet? Ja, normaal 1 keer in het begin. En daarna niet meer. Ja, oké. Okay. Nee, ik ben zo'n raar iemand die letterlijk... Als ik de game opneem, letterlijk tussen iedere sessie de character aanpas. Oké. Okay. Ik weet niet, is een rare tik die ik op heb gepakt tijdens X en I. Ik vind dat de customization nog steeds niet goed genoeg is. Nee, wat had je nog graag nog niet bij ingewild? Ja, gewoon op een andere manier of zo. Je hebt altijd dat stelen, hetzelfde gezicht, zeg maar. Je kan haren, kan je op zich kiezen. Alleen, het is allemaal... het is gewoon allemaal heel minimaal, zeg maar, voor mijn gevoel. Ik vind gewoon, je moet... Volgens mij is dat bij... Oh nee, dat is niet een goed voorbeeld. Maar in ieder geval, vroeger bij RuneScape bijvoorbeeld... ik weet niet of je dat ooit hebt gespeeld. Ja. Ik zelf op zich niet, maar ik weet wel hoe het begin eruit ziet, zeg maar. Kan je echt gewoon je poppetje zo aanpassen? Of net als bij Sims bijvoorbeeld. Gewoon zo aanpassen vanaf het begin. En dat je daarna voor dingen moet betalen, snap ik wel. Maar gewoon in het begin moet je gewoon helemaal je eigen character kunnen maken. Nee, precies. Maar dat je de kleding later kan kopen. Oké, okay, prima. Dat kan nog wel begrijpen. Ja. Maar ja, gewoon iets meer customization. Dat jij bijvoorbeeld iemand bent met een donkere huidskleur, maar wel blond haar. Bijvoorbeeld. Want iedereen heeft hetzelfde gezicht. Ja. Iedereen heeft hetzelfde gezicht. Daar kan je niks aan veranderen. Kan je kleuren van je ogen veranderen? Dat wel, hè? Ja. Kleur van je ogen, je lippen. Deze game ook je wenkbrauwen. Maar ja, gezichtsstructuur is iedere keer hetzelfde. Ik heb inmiddels een Zigzagoon gevangen. Nice, ik ben nog steeds bezig met een Blipbuck. Even kijken, ga je er nu in? Ik kan ondertussen nog even kijken of Zigzagoon... Was Zigzagoon visible? Ja. Is gewoon visible. Huh. Ja, 2% rate. Ja, waarom zou ik hem toch niet tegenkomen? Nee. Oké, even vechtie. Om het toch even heel erg controversieel te maken, wat vind je van XP Share? Nou weet je, ik ben sowieso eigenlijk een beetje, en misschien klinkt dat niet zo, maar ik ben wel iemand die zegt van, waarom wordt overal zo omgezeurd? Laat het gewoon lekker hoe het is en speel de game zoals je wil spelen, zeg maar. Ik weet niet of je wel eens vaker naar dingen hebt geluisterd waar ik dan met Justin mee, in een aflevering zit, zeg maar. En hij is heel goed
in het zeuren op dingen. En dat ik soms wel eens denk van, yo, ben gewoon blij met wat je krijgt, zeg maar, weet je wel. Ga daarmee spelen. Dit is raar. De game vraagt, ja, doe de expansion pass. Maar de expansion pass heb ik al op. Huh? Dat is wel raar, ja. Dat is heel raar. Maar hoe heet het? Nee, ik ben gewoon van mening van, yo, ik vind het prima. Kijk, weet je, eerlijk is eerlijk. Ik ben niet een super grote ster in Pokémon. Dus ik zou hem, als ik hem aan of uit kon zetten, had ik hem ook aanstaan. Dus voor mij maakt Expecia sowieso niet uit. Dus dat maakt voor mij geen verschil. Maar er zijn wel veel andere dingen van. Wacht, Hoothoot. Mag Hoothoot, ik die vangen? Hoothoot is normal flying, die mag je vangen. Oké. Okay. Maar er zijn wel eens meer dingen van, ja, dit is slecht en dit is slecht. Van, wees gewoon blij met wat je krijgt, zeg maar. Gewoon niet zo zeuren. Nou, kijk, dat begrijp ik wel. Alleen, kijk, ik ben soms wel met mensen eens van, je wordt geforceerd om iets te doen. Je hebt niet de optie om het uit te zetten. Nou, je kan de game ook niet kopen. Nee, klopt. Maar het zijn ook vaak van die mensen die de game wel kopen, wel graag de opties hebben, die het puur willen spelen om als iedere game in de iteratie hebben. Ja, en dan zeg ik altijd, dat kan ik me voorstellen, maar je kan je ook bij neerleggen, zeg maar, snap je? Precies. Net als wat jij eigenlijk doet, jij hebt je het ook bij neergelegd, zeg maar. En ook mensen die blijven erover zeuren, denk ik van, ja, het is zo. Nee. Jammer. En om daar meteen, net als bijvoorbeeld met dat niet elke Pokémon in de game zou zitten, en ze wisten natuurlijk al lang dat ze de even wachten, er gaat iets niet goed met nicknamen. Ze wisten natuurlijk al lang dat ze expansion pass zouden gaan doen. Maar dat konden ze natuurlijk nu nog niet zeggen. Maar hoe heet het? Dat National Dex gebeuren, zeg maar. Ik denk van, yo, het is gewoon niet zo. En ze hebben uitgelegd waarom, niet helemaal eerlijk, maar ze hebben uitgelegd waarom ze het niet doen. Vanwege de models en zo. Ik vind dus het kutreden hoor, maar dat heeft de zijde. Ja, misschien. Maar ik denk van, yo, het is gewoon zo. Jammer dan. Klaar. En niet, ik zou, en dan gaan ze de game boycotten. Dan denk ik van, ja, ik kan wel boycotten, maar... Met heel veel succes, hoor. Dit is een van de meest verkochte games op het moment. Ja, precies. Ja. Het staat nog achter Animal Crossing en Mario Kart, maar... Ja. Ja, dat vind ik dan oprecht erg grappig, zeg maar. Ja, ik kan er dan best wel om lachen. Nee, daar moet je ook gewoon om lachen. Ja. Squawvet, hoe traag ben jij? Maar anders pak ik zometeen Voodoo erbij. Ik pak Voodoo erbij. Ik heb wel een 7e Pokémon inmiddels. Nice, ik zit nog steeds met mijn 4, maar ik heb een beetje moeite met het vinden van een fucking Hoothoot. Hoothoot? Ik heb alleen nog geen Blipbug. Oh, en Yamper ook nog niet. Jezus, ik kan hier al mijn 9e Pokémon vangen als ik wil. Nee, kijk, ik heb hem neergelegd bij het hele Sword & Shield verhaal, maar ja, toen ik begon was ik ook zo van... Dan zou ik echt even vangen. Prima. Ja. Ik ben het gewend, mij is ook altijd als iemand weggaat schreeuwen, als iemand binnenkomt ook schreeuwen. Maar ja, toen ik begon was dat ik ook zo van, maar waarom nou jongens? Kijk. Ja, maar dat heb ik ook. En dat heb ik ook bij andere dingen. En dan heb ik ook in het begin van, waarom nou? Alleen ik ben dan heel snel van, oké, het is zo. En ik ga alsnog gewoon lekker genieten van de game. Nee, precies. Want als je in de eerste run doet, en dat ben ik altijd, ik probeer zoveel mogelijk nieuwe Pokémon's te gebruiken. Ja, ik ook. Dat doe ik altijd. Want altijd. Mijn eerste team bestond uit, en kwam er alsjeblieft niet op, want het is zeer zeker weken niet meer. Ik had Inteleon. Ik had een Boltund. Ik had een Shiny Feeful. Letterlijk mijn derde encounter in de hele fucking game was een Shiny. Dus ik zo van, oké, prima, dit is top. Ik ga mijn verhaal zo vertellen, maar ga maar verder, ja. Een Copperajah. Even kijken wat nog meer. Ik had een Galarian Rapidash. En volgens mij was mijn laatste een Dracovish. Oké. Maar ik kreeg er meteen mee, hey, Dracovish is broken. Let's go, Dracovish. Oké, dus dat was jouw beginteam. Nou, weet je wat grappig is? Want het sluit een klein beetje aan op verhaal. Ik begon met Inteleon, wat gewoon heel toevallig is. En toen had ik het lumineuze idee om in route 2, waar we nu zijn, dus dit is echt een fantastische route voor mij,
te gaan hunten op een shiny Rookidee. Totdat ik hem had en daarna ging ik pas verder. Het heeft me 10 dagen geduurd. Nou, je bent... 8000 encounters. Jezus. Je bent een beetje hetzelfde als iemand anders. Die wilde Sword and Shield pas... Hij heeft Sword and Shield letterlijk gedaan tot aan Modestoke. Ja. Yeah. En zat toen... Weet je wat, we gaan pas de game weer verder wanneer we een shiny Wooloo hebben. Ja, nou ja. En hij heeft toen de hele game gesolo-runt met de shiny Wooloo. Ja. Oh, echt. Oh, ja, dat heb ik dan niet gedaan. Maar, dus ik heb iets van, nou, ruim 8000... Nee, ik denk misschien wel meer, maar ik denk ongeveer 8000 encounters aan Rookidees. En toen had ik een shiny Rookidee, dus ik had shiny Corviknight in mijn team. Oh, en Intelli. Oh shit, die wordt sterker, hè. Toen had ik Galarian Obstagoon. Obstagoon is niet Galarian. Maar, Sorry. Wat? Ik had bijna de eerste dev binnen. Oh, oké. Okay. Maar je leeft nog. Ja, 1 AP. Oh, Jesus. Nee, ik ben een Hoothoot aan het vangen, maar hij is level 6 en dit echoed voice, dus die wordt steeds sterker met iedere... Ja. Yep. Dus, ja. Maar ik had dus Inteleon, Shiny Corviknight, Obstagoon, Galarian Rapidash, en dan had ik er nog 2, maar waar waren die andere 2 ook alweer? Ja, ik had nog 2. Dan weet je. Oh ja, Toxtricity. En nog eentje. Maar die laatste weet ik even niet. Die heeft niet zo een hele grote indruk bij me achtergelaten. Nee. En toen dacht ik van, zal ik weer een shiny gaan vangen voordat ik de game ging uitspelen. Maar dat heb ik me gelukkig niet gedaan. Ik had de game uitgespeeld en toen begon ik weer verder met shiny enten. Ja. Maar ik speel elke nieuwe game eerst altijd met een volledig team van nieuwe Pokémon's. Ik cringe ook een beetje als iemand dat niet doet, zeg maar. Nou, ik cringe niet. Ik kan wel begrijpen als mensen het niet doen, maar... Ik probeer me altijd wel aan te houden. Ja, ik kan dat niet begrijpen. Ik denk van, dan ga je al die oude Pokémon's gebruiken... dan had je ook geen nieuwe Pokémon game hoeven te krijgen, zeg maar. Snap je? Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die de game opnieuw spelen met... geïmporteerde Pokémon's en... Ja, dat vind ik wel helemaal verschrikkelijk. Ja, dat vind ik echt waardeloos. Maar ja, weet je, dat mogen mensen zelf weten. Iedereen moet gewoon spelen hoe die... Er spelen ook mensen alleen maar met cheats, zeg maar. Ik ook niet leuk, maar ja, dat gebeurt ook. Ja. Toegeven, wanneer een Pokémon niet beschikbaar is... of te moeilijk beschikbaar is... dan zeg ik ook gewoon, fuck it, cheats. Zo kom ik aan een shiny Melmetal. Oh, ik heb een legit shiny Melmetal. Ja, ik zat zo in van Meltan, want Pokémon Go speel ik wel. Mm-hmm. Maar ik speel niet zo van, oh, gym, dat ik een heel parcours afleg iedere dag. Nee, precies. Om aan zo'n Meltan te komen. Ik zat zo van, weet je wat, dat life's too short. Shiny Melmetal. Weet je wat ik had gedaan? Er was op een gegeven moment zo'n... Een soort van event of zo. Dat die iets sneller spande, zeg maar. In Pokémon Go. Toen dacht ik, weet je wat? Ik start Pokémon Go op. Ik gebruik zo'n box, want die had ik wel. Ja. Want die kwam ook volgens mij eens zo'n box. Toen had ik iets van 1 of 2 shiny Meltans. En toen had ik heel vaak... met van diezelfde box heb ik dus elke keer zo'n Pineberry gebruikt. Voor allemaal candies. Toen had ik die shiny geëvalueerd, die geïmporteerd. En nu heb ik die... Legit, zeg maar. Ja. Nee, ik ben niet zo van de cheats, zeg maar. Ik vind het niet erg als anderen het doen, zeg maar. Want ik denk altijd van, joh, dat moet je lekker zelf weten. Nee, ik heb bij mijn eigen, als ik bijvoorbeeld een shiny cheat, zeg maar, dan denk ik van, ja, maar dan hebben mijn andere cheats veel minder waarde voor mijn gevoel. Snap je? Nee, dat snap ik. Nee, daarom zeg ik ook, de enige reden waarom ik het zou doen is of als het niet beschikbaar is, of ik heb zoveel fucking kutpech met de dingen, want een van de dingen die ik wilde doen voordat Isle of Armor uitkwam, was een shiny Hexerus. Want false swipe, makkelijk dingen vangen. Ja. 3 maanden later, nog steeds geen shiny Hexerus. Dus had ik zo van, fuck it, shiny Gallade. Hypnose, false swipe, klaar. Oké. Okay. Ja. Ik had voor Soul Link... Hadden we afgesproken dat we een Wi-Fi battle aan het einde van de rit zouden doen met alle overlevende Pokémon's van iedere gen. Ja. Dus ik denk gewoon, oké, mooi met handfucken. Ik shiny hunt
Of Shiny Breed er een paar. Mm-hmm. Nou, dat had ik allemaal binnen 4 weken voor elkaar. 5 Pokémons. Mm-hmm. Ja. 4 weken. Prima. Toen zat ik zomaar ook met die Shiny Hexerus van... Dit kan toch niet zo lang duren? Nee, natuurlijk duurde het toch zo lang. Ja. Weet je wat dan het enigste was? Ik denk van, weet je wat? Prima. Ik moet voor mijn Living Dex nog een Shiny Marini... een Marini Fix. Weet je wat? Die gooi ik even... in de daycare. Ja hoor, is daar wat eruit komt. Shiny Marini. Ik zeg, nu gooi je het ding weg. Als je er niet naar zoekt... dan komen ze. Ja. Ondertussen, praat over niet zoeken. Waar de fuck is die Galarian Zigzagoon? Ja, dat is wel fucked up, ja. Dat je die niet tegenkomt. Ik had heel veel geluk dat die meteen de eerste Pokémon was. Weet je wat? Die... Life's too short, route 3. Ja, want er komt op een gegeven moment een plek waar die heel vaak spawnt. Ja, letterlijk links van Motorstoke spawnt hij wat vaker. Ik heb denk ik alle Pokémon's die ik kan vangen in deze route inmiddels. Nee, volgens mij de enige die ik nog mis is waarschijnlijk Wingull. Kan je die in deze route vangen? Nee, kan je dus niet vangen. Nee. Nee, kan je niet vangen. En dat dacht ik om één simpele reden van... zometeen heb je ook de surfing bike. Misschien dat die een visible encounter is op dat punt. Maar hij is niet het geval. Tootles. Tootles zijn wel spannend voor mijn vuurpokémon. Ja, dat is het mooiste eigenlijk aan de Avatar Lock. Je kan jezelf niet heel erg fucken. Nee, precies. Tenzij je voor de Earth Kingdom gaat. Dan heb je best wel veel... Rock, Steel, Fighting. Ja. Wat nou Water Fighting? Of wat nou Slowbro? Want Slowbro killt het hele team. Maar niet even wat je tegenin gooit. Ja, moet je een beetje geluk hebben dat je een beetje gunstige duo-types hebt en zo. Ja. Maar dan ben ik wel de mooiste dingen aan zowel een Mono Ghost als een Mono Dark run. Mono Ghost heeft bijna alles. En Mono Dark heeft ook bijna alles. Ja, precies. Dat is wel het mooiste eraan. Want voor mij Mono... Ja, Dark mist alleen nog voor mijn Mono Burk. En heeft hij ook al zo wat alles. Is er geen Bug Dark? Nee. Heftig. Je kan het argument geven dat Scorupi er één is, maar nee, die is Bug Poison. Yup. Maar die evolueert in een Poison Dark type. Zo van, had het nou Bug Dark gemaakt? Een schorpioen is eng genoeg. Ja, of Bug Poison, maar in ieder geval die Bug type niet verliezen. Dat is echt onzin. Ja. Want ja, dan krijg je in Gen 4 krijg je Skuntank. Oh, Dark Poison. En nee. Drapion, Dark Poison. Zucht. Ja, precies. Dus ja. Nou, die klaar. Levelt iedereen mooi mee. Ik heb nog geen idee wat mijn team gaat worden, maar het is nu toch een beetje een red-tech bunch. Nee. Het is nog een beetje aan klooien. Ik denk dat wanneer we in de wild area zijn, dat we daar... een goede periode gaan zitten om een team te bouwen. Ja, dan heb je echt wel een hele tijd dat je Pokémon's kan gaan vangen, zeg maar. Dan heb je echt wel heel veel Pokémon's die je kan vangen. Als je een beetje geluk hebt met het weer ook, maar... Ja, want als ik mist krijg, ben ik klaar. Want ik kan dan spawnen alle fairy types of wat. Man, dat is nog steeds de meest broken type in de game. Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb niet zo heel veel tegen fairy. Er zijn ook heel veel mensen die echt iets tegen fairy Pokémon's hebben. Maar ik ben meer in de van tijd ben ik een Mono Dark user, dus ik heb bias. Nee, ik heb op zich niks op tegen. Maar ik vind wel dat ze on... Nou, gaan we rocken die. Is hij dood? Fucking Max Roll bullshit. Zo jammer. Ach ja. Hoed, nu ben je in de starter. Succes. Nee, ik kijk vaak hoeveel damage iets doet. Maar ja, Mesa Vene is gewoon min max rolls. Dat is een van de meest kuste dingen die er is. Oh, iets kan 10 damage doen, maar iets kan ook 16 damage doen. Ja maar er zit iets te veel speling in het begin van de game. Ja. Maar ja, Milan, ik heb tenminste...
het afgeklopt, dus jij bent niet meer de eerste. Oké, okay, yes. We zijn trouwens wel al 50 minuten bezig. Ik weet het, maar dat komt puur en alleen maar omdat de intro van de game zo lang is. Ja. Yeah. Dus mensen, geniet van een heel lange aflevering. Ja. Yeah. Hierna zullen ze niet meer zo lang zijn. Nee, dat was niet de bedoeling in ieder geval. Nee, de bedoeling was... Ik ga even kijken of mijn... Sorry. Ga ik gaan. Nee, ik ga even kijken of mijn Pokémon Marks hebben, maar nee, natuurlijk niet. Nee, weet je wat ook grappig was trouwens? Mijn Shiny Rookidee, dus mijn tweede Pokémon die ik ving in de hele game, had een Mark. Wauw. Ja. Ja, maar dat is het ook gewoon. Dankzij Sun en Shield zijn Shinies ook bijna niks meer waard. Omdat je zo makkelijk kan krijgen naar verhouding. Dus heel veel Shiny Hunters zijn nu Mark Hunters geworden. Ja. Op zich ga je nog eens zulke dingen ontwikkelen. Mhm. Ja, en het komt ook omdat ze een fout hebben gemaakt dat die Square Shinies niet helemaal werkt zoals het zou moeten werken. Anders waren die helemaal... Want ze wouden hem al moeilijker maken. Ja. Of ze wouden het al spannender maken, zeg maar. Voor mij 1/6 al, dus zo van, oké. Okay. Ik heb een Great Bell gevonden. Goed, ik ga nu denk ik weer tegen Hop vechten voor de tweede ja, keer. Ja, die heeft me net ingemaakt met zijn kutscore bunny. Zo zonde, hoe die had ik graag willen gebruiken. Oh, je had hem alweer ingehaald dan, want ik dacht dat ik net voor je liep. Nou ja, je had me inderdaad ingehaald, maar ik zat zo van, weet je wat, Galarian Sixekoon had ik laten. Ja, oh ja, ja. Wanneer de encounter rate iets hoger is. Ja. Want, sinds Nuzlocke focus ik me nooit meer op de, single digit encounters. Nee, precies. Dus dingen die letterlijk 1, 2 of 5% hebben, ja. Als ik hem tegenkom, mooi, maar ik ga er niet op focussen. Tenzij ik het kan cheesen met repels. Of het moet een Pokémon zijn die je heel graag wil hebben, zeg maar. Ja, dat weet ik nog wel. Voor mij was het in... Allereerste Generations wilde ik een Rhydon. Dus letterlijk zo de game gespeeld, Kanto, dat ik eindigde met een Rhydon. Oké. Okay. En toen eindigde ik met 2. Ah, nice. Letterlijk Victoria Road en voor mij de route daar naartoe of voor mij Safari Zone. Nou, ondertussen hebben we eigenlijk de Dynamax Band. Dan drop ik zo meteen Rookidee en dan doen we de volgende part, gaan we de Wild Area echt in. Dus ja. Dan lopen we zo meteen mooi terug naar het dorpje toe, healen en dan is het goed. Yes, ik ben bijna klaar met Hop. Ja, ik loop wel vast terug naar het dorp. Dat is goed. Hey, wie weet, misschien kom ik dan nog een Galarian Sixekoon. Godsamme Hop! Dat is één van de dingen waar ik dan niet tegen kan, hoe vaak Hop je onderbreekt. Ja, echt hè. Terwijl Hop wel beter is dan Hou hoor. Hou was helemaal kut. Ik ben meer een fan van Hou in Usum, ja? Maar Hop is wel beter dan Hou in Sun and Moon. Okay. Tulk. Hallo, Galarian Sixekoon. Ja? Kut beest. Lucky girl. Oké, tackle. Ja, tuurlijk is dat beest sneller. Nee, Hou is in Ultra was gewoon iets beter met Hala. Dus je had wat meer ondertoon in de schaduwen. Dus, maar ja. Hala. De Kahuna, de baas eigenlijk van het eiland. En dan ben jij zo'n kleinzoon. Natuurlijk gaan mensen je aankoppelen. Ja. En dat hebben ze wel beter gedaan voor Hop. Want Hop past zijn team ook aan wanneer je eigenlijk net de eerste 3 gyms hebt gegaan en heeft verloren van Beat. Dan past hij iedere keer zijn teams aan. En dat vind ik wel mooi dat je ook echt ontwikkeling hebt in gameplay. Ja, precies. Buiten dan dat ze Pokémon evolueren, zeg maar. Ja, want evalueren, ja, als hij nog steeds als hij level 30 Scorpion heeft, ja natuurlijk, dan verdient hij ook een tegen schenen. Maar alsnog. Dan gaat het meer even om het idee. Want evalueren hoort er nu helemaal bij, wanneer je tegen een rival zit. Oké, ik heb Hop verslagen. Nu krijg ik nog dan krijgen we dat copy-paste verhaal, weet je wel, van dat stukje wat uit de lucht komt vallen, dat is hetzelfde als wat die Tapu Koko laat vallen bij die brug in Zen. Ja, maar Tapu Koko geeft het eigenlijk aan je. En dit valt uit de lucht. Oké, okay, nou... Klein, subtiel verschil, buiten zijn bullshit.
Ja, ik wou net zeggen. Ja, natuurlijk. Nu zie ik weer een Galarian Zigzagoon. Jongens. Echt. Sneerlijk. What matters? Nee. Ik kan al een deathbox gaan maken. Maar het enige wat ik wel mis qua design is de Sun and Moon routes. Maar daar was het gewoon heel duidelijk. Hier heb je een pad met trainers. Hier heb je pad voor wilde Pokémons. Want... Ja, ik vind dat jammer. Oh, ik vind dat... Ja, oké. Okay. Ik vind het qua design ook iets mooier. Want dan voelt het ook niet als een hallway. Want dan heb je misschien 3 paden om de route door te lopen. Ja, oké. Okay, ja. Sun and Moon zit wel gewoon goed in elkaar, zeg maar. Ja. Het is lineair, maar niet lineair als in volg deze cirkel. Het is volg deze cirkel 4 keer. Ja. 5 keer als je even foundation meerekent, maar... Ja, nee, die reken ik niet mee. Nee. Oké. Laat me... Jezus, wat duurt dat lang allemaal? Staan we in de huis? Change his name, de devbox. Ah, ik begin nu een traditie te maken als dat ik de eerste ben die mijn Pokémon's verlies. Het is gelukkig Rookie die maar. Of was je van plan die in je team te houden? Nou, ik had graag een Corviknight willen meenemen aan het einde van de rit. Ja, op zich. Ja, kan me best voorstellen trouwens. Nou, ik ben klaar. Ik save even en dan... Ja, ik denk dat we gewoon de part zo beëindigen, de aflevering. Oh ja, wacht. Je doet, ja, en ik ben in het dorp. We doen het stuk van het station doen we de volgende keer. Ja, dat is goed. Kijk, ik ben nu bijna klaar met die professor, zeg maar, Magnolia. En dan loop ik ook terug. Ik ben nu klaar, dus dan loop ik nu terug. Ja, dus zal ik hier het beëindigen of niet? Ga je gang. Bedankt voor het kijken van deze eerste aflevering van de Avatar Log van Pokémon Sword and Shield samen met Jordi van de Subpar Guys. Ga vooral ook naar zijn kanaal toe en abonneer daar even op en abonneer nog even hier als je dat nog niet hebt gedaan. Dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Adios amigos!